Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. Het is alweer aflevering 20, maar dat maakt niet uit. We stappen in de vrachtwagen, we gaan melkpoeder vervoeren en het wordt gewoon awesome vet. Tot na het intro. Woo! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur! Wat een vrolijk intro, blijf gewoon vrolijk. We gaan melkpoeder vervoeren van België naar Polen. Ja. Ik moet een boete betalen van 12.000, want dat is gewoon logisch. Je moet altijd een boete betalen voordat je gaat beginnen met een reis. Ik start mijn motor. Heel makkelijk. Ik kan gewoon het gaspedaal ingedrukt houden en hij start gewoon automatisch. Wat ik ga doen in deze aflevering is dus melkpoeder vervoeren. En ik wil dadelijk even kijken hoe mijn vracht eruit ziet. Ik ga hier naar rechts. Ik wil eigenlijk kijken hoe die eruit ziet nu. Oké. Schenka! Schenka! Ik heb Schenka! Oh, ik zat in de vrachtwagen. Moment. En ja. Oké, onze vrachtwagen is van Schenka. En het is zaterdag 7:30. Dat betekent dus dat we inderdaad in zo'n vervelende rotsituatie zitten. En je zou denken van, wat dat bedoel je dan, Vincent? Ik bedoel, 7:30 is een rottijd om te gaan vrachtwagenchauffeuren. Want wat we dadelijk weer krijgen is, je moet weer verplicht het lichtje aan. Nou, ik doe hem wel alvast aan, weet je, om boetes te voorkomen, want je weet het niet in het spel. Je weet het echt niet wanneer je een boete krijgt. Het is soms op momenten wanneer auto's spontaan op je gaan botsen, weet je wel. Het is niet jouw fout, maar dat hebben we al een keer gezien in de aflevering. Toen stond ik stil, een auto kwam botsen tegen mij aan en ik kreeg de boete. Ja, echt. Ik heb het echt meegemaakt. Net zoals nu. Nu gaat het goed, bedoel ik. Daarnet waren de opnames mislukt, dus ik moest het even opnieuw doen. Ik had het al verteld aan de mensen die nu luisteren in de opnamekanaal op Teamspeak. Maar er is een update gekomen voor vrachtwagenchauffeur Vincent. Nou, eigenlijk gewoon voor Eurotruck Simulator, want zo heet de game. Heet natuurlijk geen vrachtwagenchauffeur Vincent. En de upgrade heb ik al stiekem gezien in de game. Automobilisten hebben eindelijk rijbewijs. En een leuke toevoeging, want dat zie je ook terug op de weg nu. Er zijn gewoon toevoegingen geweest dat auto's elkaar inhalen op sommige momenten. Als die auto voor hun of vrachtwagen te sloom rijdt, dat is fantastisch gedaan. Wat ze ook hebben gedaan is gewoon minder botsingen. Dus dat inderdaad wat ik zeg, als mensen op mij gaan botsen, dat zal je waarschijnlijk minder zien. Dat betekent dus dat ik eindelijk voor het volle bedrag kan gaan wat ik ga verdienen. Want we moeten namelijk 1271... Wat? 1271 kilometer rijden. Dat is echt heel veel. Ik garandeer je, dat gaat niet lukken in één video. Dat is echt heel lang. We mogen 100 km per uur. Ik ga het in de gaten houden. Jullie weten wat ik vervoer. Dat is namelijk... Oh, ik zit nou aan de mapkaart. Dat moet ik vanaf blijven. Melkpoeder. We vervoeren melkpoeder van Bijlistok naar Dachser. En Dachser ligt in Polen. Ik heb wat extra sloten toegevoegd aan de vrachtwagen. Omdat we weten dat Polen natuurlijk het onveiligste land is van de hele wereld. Voor deze bestelling of vracht krijgen we 23.000 euro. 23.000 euro. Dat is ongelooflijk veel. Hè, voor een vracht. Maar ja, ik zit er dan ook wel 20 uur en 13 minuten in deze vrachtwagen. Gelukkig heb ik wel een airco in de vrachtwagen laten bouwen. En hebben we een leuke radio. Schenka! Schenka! We hebben een leuke radio als je naar boven kijkt. Maar ik heb hem niet aan, want ik ben bang dat er copyright komen. We gaan nu op de grens van... we zijn nu in Duitsland aangekomen. De grens zijn we gepasseerd. Het is nog steeds een beetje... Ja, als je kijkt op mijn achteruitkijkspiegels, is dat het achter een beetje donker is qua wolken. Dus misschien dat daar wel een regenbuitje valt. Maar ik zie voor me dat het nog lekker mooi licht is. Dus ik ga gewoon richting het mooie licht. Ik denk dat dat wel positief is. Düsseldorf. Dat ken ik wel, Düsseldorf. We gaan ook lekker 107 km per uur. Ik denk dat ik mijn gas een beetje loslaat. En Keulen. Daar gaan we in Bayertown natuurlijk heen. Daar komen we nu langs. Altijd leuk. Nou, ik heb een licht aan, dat weten jullie. Heb ik expres gedaan. Omdat ik weet van... de game zei ik nogal veel met boetes en zo. Maar ik gedraag me ook niet altijd, dat geef ik toe. Maar zoals nu, ik weet niet hoe hard ik mag. Ik weet dat in Duitsland dat je... Ja,
oneindig hard mag rijden op sommige momenten. Dus je kan makkelijk met 200 km per uur, kan je, als je auto dat haalt natuurlijk, je moet niet in de smart zitten. Maar als je auto het haalt, dan mag je 200 km in Duitsland onbeperkt rijden. Maar ik weet niet of dat nu ook zo ingesteld is bij deze weg. Dus ja, ik loop nou risico op een boete. Ik weet nog steeds hoe hard ik mag rijden. Ik hou mijn gaspedaal gewoon even los. Want ja, laat ik maar een beetje 100 gaan rijden dan. Maar ja, ik weet dat deze vrachtwagen is natuurlijk... Duitsland is bergen en ik ben bang dat we daar ook berg op moeten. En mijn vrachtwagen kan dat niet zo goed handelen. Dus vandaar dat ik dan eventjes een beetje hard die berg op moet. Want kijk, ik hou nu een gas ingedrukt. We gaan de berg op en hij verliest al snelheid. Dus kijk, dat is positief. We gaan nou al 100. Zie je, we gingen 115. Kijk, kijk, we gaan steeds hoger de berg op. En we gaan nu weer 100. Kijk. En een mooie hooibalen. Hoi. Hoi. Zo flauw. Ja, een mooie brug. Dit is een hele mooie brug. En weet je waarom die mooi is? Hij is lekker hoog. Kijk, ik kan al, als ik rechts en links kijk, zie je al die mooie landschapen. En ook schapen hoor. Zo. Even kijken. We gaan naar Düsseldorf-Frankfurt. Ik denk dat we hier eraf moeten, want we gaan hier afslag nemen. Want we gaan richting Polen. Dus ik ga vast naar de rechte rijstrook. Ik neem het gas een beetje los. En we gaan naar Ausfahrt. Klinkt als een fart. Een fart is natuurlijk de Engels voor scheet. En we gaan richting Keulen. Vraag me niet waarom. Want Keulen ligt niet vlakbij Polen. Maar we komen er wel in. Zo, kijk die wagen hier links. Oh. Oh, nou, jullie zagen hem denk ik wel. Zo. Wauw. Dat was een mooi bakkie. Hè, zag je het? Dat was een mooie wagen, joh. Sportieve auto. Nou, zoals jullie weten natuurlijk heb ik ook een graphics mod erop zitten. Ik krijg soms wel eens mailtjes van welke graphics mod is het. Ik weet mijn god niet meer. Want je moet uitkijken met mods, zeg ik je eerlijk. Je game kan daardoor falen. En als er iets niet werkt een keer mod, of hij crasht een keer, dan ben je dus ja, wel wat levels kwijt. Ik was toen... Sorry. Oh, een auto voor... Ja, groen! Groen, rijden! Rijden, rijden! Er was net geen boete, jongens. Oh. Ik hoop dat die update echt wel een beetje niet op mijn handen heb gekeken van... ja, je mag dit niet over. Is een mooie wagen. Links. Oh. Ik heb mijn dingetjes ook niet uitgezet net. Nou ja, goed. Op een tweebaan gaan we door Duitsland. Door Duitsland! En ik heb hier heerlijk drinken in mijn cabine. Hoi! Zo, wat vervoert die man nou? Dat is een werknemer, jongen. En die vervoert heerlijke, prachtige palen. Hè, we zitten heerlijk op... heerlijk stuurtje, jongens. Hij zit heerlijk in de hand. Ik zit gewoon heerlijk in mijn vrachtwagen. En jullie kijken naar Davinci Games. Jongens, hallo! Hallo! Leuk dat er een webcam in mijn vrachtwagen zit. Ja, dat vind ik altijd wel fijn. Ja, dit is natuurlijk mijn werk, hè. Fulltime vrachtwagenchauffeur. Een serie waar de meeste van jullie van houden. Ik vind het een leuke omgeving. Maar het doet me een beetje denken aan... Ik weet niet. Nee, het doet me echt denken... Oh, ga ik die man inhalen? Zo. Jij denkt dat je hard kan met je bus? Hè? Of met je... Wat is het? Geen busje, maar een... Zo'n vervoersautootje, weet ik veel. Half busje is het. Het is wel lekker rustig op de weg. Ik heb serieus nog nooit een file gezien in elke aflevering die ik heb gedaan. Ik heb het spel echt het meest gespeeld van al mijn games op Steam. Heb ik, volgens mij is dat echt zo. Ik heb deze game echt heel veel gespeeld. En ja, dat mag ook wel. Want deze game kost gewoon veel tijd. En we gaan hier naar rechts, dus ik neem volgens de rechterbaan. En dan gaan we hier naar rechts toe. En dan volg ik gewoon die vrachtwagen. In de hoop dat hij wel een beetje doorgast. Total. Kom op. Total. Ik ga wel een beetje achter hem. En kijk dat licht. Zoals je ziet, de graphics mod is echt, echt fantastisch. Want ja, qua zonlicht en schaduw en omgeving is het gewoon prachtig. En ik ga hem gewoon nu inhalen, want ja, anders moet ik gaan bumper kleven. En dan moet ik weer elke keer remmen, gassen, remmen, gassen. Zit er iemand achter het stuur? Dat moet denk ik wel. Hallo, er zit iemand achter het stuur! Echt heel gaaf gedaan.
Misschien is het wel een iemand die voor iemand anders werkt. En dat wil ik gaan doen in de volgende aflevering. Want Bram, die speelt stiekem ook dit spel. En hij weet hoe jij zelf een werknemer kan worden. Of nee, geen werknemer, maar een leidinggevende, om het zo te zeggen. Jij bent de baas van je eigen bedrijf. En dan kan je dus mensen aannemen. En dan zoek ik een beetje sportieve mensen. Dus een beetje, gewoon een beetje normale mensen. Niet van die dikzakken. Want, maar het voordeel van dikzakken is natuurlijk dat die heel hun leven al hebben gereden. Want ja, die doen qua fitness doen ze niks natuurlijk. Oh, en die mogen niet als mij vallen. Overkap. Oh, shit. Geen probleem. Niks aan de hand. Ik ging gewoon iets te hard door de bocht. Maar ik heb mijn vrachtwagen zo in bedwang kunnen houden dat het helemaal goed komt. Zo. Het gaat helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in, het gaat gewoon helemaal goed. Het komt altijd goed. Toch? Ja, toch? Duisburg. Wat hebben we daar nog meer? We hebben daar... Ja, we gaan toch richting... Gaan we richting Duisburg? Nee, we gaan hier naar voren. Ausfahrt. Dat is geen plaatje, dat is dat je eruit kan. We zitten in Duitsland. Vincent denkt na. Duitsland, Duitse teksten. Op Duitse bordjes. Ja, of het zijn Franse bordjes. Dat kan ook, dat ze Duits tekken op Frans. Maar dan in Frankrijk hebben we dan misschien wel weer Duitse bordjes. Dat weet ik niet. Ja, dat zou ik niet weten. Wie dat bordje... Zou een Duits bedrijf zulke verkeersborden maken? Dat weet ik niet. Ja, wie weet. Misschien heeft Nederland ze wel voor een deel gemaakt. We gaan richting Bremen, Hannover en Osnabrück. En ja... Dat kennen we allemaal. Bekende plaatjes, weet je. Want voor mij hebben ze echt door de hoofdsteden geselecteerd in de game. En ja, natuurlijk kunnen ze niet al het landschap en alle wegen maken. Want ja, daar ben je gewoon jaren bezig, denk ik. En ik denk dat de game dan echt wel... Geef aan hoe hard ik mag. Dan weet ik hoe hard ik moet. En krijg ik geen boete van €550. Ik vind het wel weer een beetje belachelijk. En zo hard reed ik niet. Nou, jongens, als jullie het zien, langs de kant roep het en ik hoor jullie niet. Maar ik zie geen verkeersbord hoe hard ik mag rijden hier. Sorry. Ik zie niks. Duitsland weer, hè? We gaan hier naar rechts. We gaan naar Ausfahrt. En het wordt pittig donker nu. Ik ga toch niet zoveel gasten meer, want ik durf... Mensen, ze geven gewoon niet aan hoe hard je mag. Ja, dan moet ik gaan gokken en dat doen we niet. Ik ga 100, jongens. Ik ga gewoon niet harder dan 100. Tenzij we een bordje krijgen van verkeersbord. Want ik word hier een beetje fonds van. Ik word hier echt een fonds door. Ja, en dan hun allemaal een beetje blij doen met de vrachtwagen van... Kijk mij eens aan de snelheid houden. Maar ja, als er geen verkeersborden staan, dan weet ik niet hoe hard ik moet rijden. Het is een busje. Hallo meneer de bus. Misschien zo'n touringbus met allemaal oude fossielen erin. Parkeerplaats. Moet ik tanken? Nee. Nee hoor. Ik hoef niet te tanken. Geeft hij het weer aan? Ik hoef niet te tanken. Geeft hij niet ook een verkeersbord? Ik moet een verkeersbord hoe hard ik mag. Ik gok 100. Ik houd gewoon op 100 even momenteel. Ja, weer een parkeerplaats. Ik weet, we kunnen parkeren. 200 meter ga je naar om de meter een verkeersbord neerzetten. Nou, je kan daar naar rechts toe weer eventueel parkeren en tanken. Maar ik wil graag een bordje zien hoe hard ik mag. Nou, ik denk dat die vrachtwagen hier naast me een kilometer of 90 rijdt. Aangezien ik er al langs kom met 98. Laat ik dan die snelheid aan. Pardon? Ik mag wel harder hier, denk ik. Kijk hoe hard je auto rijdt. Ik ga gewoon harder rijden hoor, ik vind het goed. Volgens mij reed ik 115 toen ik die boete kreeg. Dus ik denk dat ik 110 mag. Denk ik hoor. Dat zou best nog wel eens kunnen. Het is trouwens 's nachts bijna. Over een half uur is het 12 uur. Jeetje jongens, kijk hoe hard ze rijden, die auto's. Dat mag ik zeker weten wel. Ja, dat mag. Ik mag heel harder hoor. Ik rijd 115 weer jongens. Ik durf het risico niet te nemen. Ik weet het niet.
Ik vind het zo zonde dat het donker is in de game. Ik vind dat zo zonde. Ik bedoel, ik ben echt een natuurliefhebber in het echt. Maar vooral in games vind ik het ook prachtig om te zien. En ja, dat wordt nou een beetje om afgepakt. Ik zie alleen maar weg, 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 weg. En auto's, lichtjes en een heel klein stukje van het landschap door de koplampen die van mij. Oké, ik ga naar 120. Is best wel redelijk hard. Ik heb nog geen boete. Dus ja, dan gok ik maar weer dat ik 120 mag hier. En ik geloof dat we rechtdoor gaan. Want we gaan natuurlijk door heel Duitsland heen, hè? Dat is de bedoeling. En we hebben ook een heel stuk van Polen waar we doorheen moeten. Dus dat gaat leuk worden. We hebben nog 15 uur moeten we rijden. Nou, die bus gaat weer lekker naar rechts. Die gaat naar Auschwitz toe. En ik ga naar Polen. Polen, ik heb een beetje een negatief kijk op Polen. Want Polen. Er zitten echt. Volgens mij zitten daar de grootste drugsbaronnen van de wereld. Nou ja, drugsbaronnen. Volgens mij zijn ze meer met geld bezig dan met drugs. Nou ja, je kan zeggen dat drugs geld is natuurlijk. Want wordt er een hoop aan verdiend in de wereld. Jeetje, kijk hoe hard die gaat. Nou, die gaat zeker 120, zeker weten. Ik ga nu al 114, hè. Just saying. Ik neem al wat drinken. Ja, jongens, ik ben altijd aan het voeten aan. Maar het is logisch. Ik ben echt niet op een. Ik wil niet als zeikert overkomen, maar. Dit is gewoon altijd zo. Er is altijd wat met die game. En dan is het niet mijn fout dat ik een boete krijg. Want kijk, die vent hier links. Die gaat. Nou ja, 130, denk ik. Maar als ik zo hard ga, krijg ik een boete. Ja, dan snap. En. Nou, ik ga nu wel harder. Ik rij nu 125 km per uur. En we zien wel. Ik hoop niet dat ik een boete krijg. Kijk, die auto rechts die wil die vrachtwagen inhalen natuurlijk. Ik ga nou bijna 130. Ik ga nu een beetje mijn gas. Ja. 130, 131. Ja, ik durf niet harder te gaan. Ik weet niet hoe de flitspalen hierop gaan reageren. Ik neem een klein beetje een brede bocht. Maar uitkijken, want ik rijd best wel hard. Nog steeds weet ik niet hoe hard ik hier mag. Nog steeds geen verkeersbord gezien. Schandalig. Ik vind het echt schandalig hoor. En ik kijk echt wel langs de weg. Maar ik zie alleen maar onnodige borden waar je kan parkeren en tanken. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Weer een plaatje Auschwitz. Dat is een groot plaatje inderdaad. Nou, we gaan nu richting Berlijn. Ik weet niet of iemand Berlijn kent. Of is het niet Berlijn? Oh, Berlijn. Hoe kom ik aan Berlijn? Oh, ik ga naar 140 km per uur. Ik denk dat ik nou een beetje mijn gas ingedrukt of loslaat. 140, dat beestje kan best hard die vrachtwagen, joh. Zo, lekker tempootje, dan komen we er wel. Ja, toch? Lekker tempootje. Hou ik van. Doen we gewoon. La 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 la. Hoi, hoi. Oh, nooit met je handen van het stuur. Dat is levensgevaarlijk voor een vrachtwagen die 130 km begaat en melkpoeder vervoert. En waarom melkpoeder? Waarom niet gewoon koffiemelk? Nou ja, melkpoeder is wel wat breder, hè? En je kan er meer van maken, denk ik, van melkpoeder. Ja, toch? Ik ben een eenzame vrachtwagenchauffeur. Kijk mij nou toch eens gaan. Ik heb geen bord langs de kant gezien. Waar zie je mij voor aan? Ik heb toch wel gekeken, maar ik zie toch echter niks. Ik hoop maar dat ze dat nu snel in de game fix. 5,50. Jongens, ik ga te hard, zie je het? Ik heb weer een boete. Ik snap er geen reet van. Ga snelheid aangeven. Ga de snelheid aangeven. Die man rijdt nu zachter dan mij. Dus die rijdt ongeveer 75 km per uur. Dus ik hou dat ongeveer aan. Maar, lieve game, je zou best wel eens willen moeten kunnen aangeven aan mij hoe hard ik op het gedeelte van de weg mag. Kijken of we dat kunnen zien. We kunnen dat niet zien op. Oh, wat ga ik doen? Oh, wat is dit? Oké. Daar moet ik niet meer aan zitten. Wat zijn ze links dan weer aan doen? Zijn ze alweer aan de weg bezig? Jongen, jongen, jongen. Oh, het houdt gelukkig op. Altijd aan die wegen bezig.
ga nu 90. Ik weet echt niet hoe hard je hier mag. Ja, ik durf geen risico meer te nemen. Want ik ben elke keer bang dat ik te hard rijd. En ik had echt verwacht dat ik wel even lekker mocht doorgas op de weg. Maar ook dat wordt gewoon verboden. Dat wordt weer van me afgenomen, jongens. Ongelooflijk. Geef nou eens een keertje aan hoe ik rijden moet. Dan kan ik tenminste verder en dan voel ik mij weer zoet. Ik ben wel zoeter dan die koffiemelk achter in mijn ding. En als ze nou niet aangeven, heb ik nog niet zoveel zin. Want die auto naast mij rijdt minimaal 105. Ik denk dat je 105 in mag. Ga niet remmen, ga niet remmen, ga niet remmen nu. Ga niet remmen. Hij remt, hè, die gast. Ja, nu gaat hij wel harder. Oh jee, boomschors. Boomschors! Kijk hoe hard hij gaat, die vent. Nu mag je weer harder, zeker. Oké. Ik hou me denk ik maar gewoon aan op de snelheid van de voorbijgangers. Ja. Twee boetes alweer, jongens. Snelheidsboete. Meestal heb ik een botsingboete, maar nu heb ik snelheidsboete. Daar ben ik al, eigenlijk al, dat lucht nu al op, weet je. Dan weet ik dat er 's nachts niet veel verkeer is op de weg. En dat is ook wel fijn op zich. Dat vind ik fijn. Het is al middels 1:30 in de nacht. En het wordt een hele donkere, hopelijk niet te sombere aflevering. Ja, jullie moeten het gewoon met me doen. Ik moet naar Polen, dat is mijn missie. En nog 12 uur, dan zijn we er. Ja, ja. En ik denk sowieso dat we in de volgende aflevering moeten gaan tanken. Ik weet niet wat ik tegenkom. Ik zit op de snelweg. We gaan recht, strak recht door Duitsland. En we komen dadelijk aan in Polen. Nou ja, dadelijk. Dat gaat nog... We zijn op de helft. Laten we daarop zeggen ongeveer. Bijna op de helft. Dus dat schiet lekker op. Met dit tempo komen we er wel. Alleen, ja, bang dat ik weer te hard ga. En geloof me, ik heb weer geen borden gezien langs de weg. Ik zie daar wel een bord. Nee, ook niet. Aanrijding. Oh, die auto. Jeetje, jongens. Kom op. Focus, Vince. Focus, Vince. Ja, ik zit te focus op de borden, want ik wil weten hoe hard ik moet. Wat staat erop? Rendieren steken over. I don't give a fuck. Geef mij een cijfer, weet je? Oh, Susanna. Ik moet niet copyright krijgen op dat nummer. Ja, dadelijk ik zing natuurlijk best wel redelijk goed. Dus dadelijk zing ik net die artiest na. En dan komt de dag. Daar kan ik een strijk op mijn kanaal. We moeten het niet hebben, jongens. Ik stop al met zingen. Ik zie hier een scherpe bocht. Dus ik ga het gas maar even gewoon loslaten. En kijken of dit lukt. Ja, dat gaat goed. Oh, dit is een mooi bochtje. Vincent! Ja! Yeah! 700 meter parkeren en tanken. Ik vind het allemaal leuk. Ik vind het leuk dat jullie die borden langs de weg doen. Ook vooral niet zeggen hoe hard ik mag. Helemaal goed. Ik vind helemaal mooi. Wat een heerlijke soda heb ik meegenomen in mijn vrachtwagen. Nee, is gewoon limonade, jongens. Noem je soda, hè? Noem je soda. Oké. Nou, mooi tankstationnetje rechts. Mooi verlicht. Hier zitten een paar mensen te slapen. Ik zou op zich wel eventjes... Ja, ik weet het, jongens. Ik had iets kunnen doen waardoor het weer licht werd. En dat wil ik ook best wel even gaan doen. Ik moet wel tijd in de gaten houden. Een bepaalde tijd moet ik natuurlijk weer terug zijn. Dus laten we even wachten totdat ik weer ben gearriveerd bij een tankstation. Want ik ga nou niet meer terug. En dan gaan we even wachten op het veldje bij de parkeerplaats. En dan kunnen wij namelijk een paar uur vooruit in de tijd. Waardoor wij dus een wat mooie klaarlichte dag hebben. Nou ja, de eerstvolgende bocht moet ik daar... Ik ga mijn gas weer een beetje remmen, jongens, want... Ja, ik weet niet hoe hard ik mag. Als ik die auto vandaan moet geloven, mag hier rond de 80, denk ik, dat hij rijdt. Ja, zoiets. Mooie auto's vervoert hij. Kijk wie achter het stuur zit. Ik weet ook niet. Meneer Textiel zit er achter het stuur. Hans. Oh, we mogen hier 40.
Oké, mogen we 40, maar we moeten een bocht op. En dan weet je dat we dadelijk waarschijnlijk 20 km per uur gaan. Oh, het gaat nog redelijk, 37. Oh, wat leuk. Want is dat een... Oh, dan zijn ze beter met de weg. Natuurlijk. Ah, oké. En we hebben een andere afslag genomen. We zitten nu op de A24.138. En we gaan naar 24.039. Even kijken. Dresden, Posen. Nee, we moeten naar Polen, geen Posen. Ik hoop niet dat het verkeerd staat, dat mijn TomTom een beetje mijn verkeerde route opstuurt. Maar we gaan nu dadelijk naar rechts toe. En dan hoop ik dat we bijna dichterbij zijn. En dan vrees ik... Ik zie geen parkeerplaats in de buurt. Dan vrees ik dat het gewoon een donkere aflevering blijft, dames en heren. Dit blijft een donkere aflevering. Het spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Maar zeg me please hoe hard ik hier mag gaan. Ik weet het niet, geen bord te bekennen, alleen waar je kan parkeren. Want in Duitsland hadden ze geen verf meer over. We zitten nou op de... Het is zondag 5... Nee, ik moet zondag 5 voor 1 verschijnen. Wat? Dan al? Of nee? Oh, dan kom ik aan. Als ik zo doorga, kom ik om 5... Nee, even kijken. Oh, de tijd wordt steeds sneller, zie je dat? Om 10 voor 1 kom ik aan op de locatie. Dat zou echt fantastisch zijn. Maar ik zou het ook niet erg vinden. Want wij mogen onze rit uitstellen op, als ik even stiekem mag gluren, uiterlijk zondag, maandag... Waar moet ik heen, jongens? Oh, hier naar voren. Goed zo. Maandag 6:15 in de ochtend. Tot zover mag ik mijn rit uitstellen. Nou, als we uitrekenen, 12:06 in de middag. En ik kom nou op zondag aan. Nou, dan wordt dat best wel link. Ik denk dat wij niet mogen rusten, dames en heren. Want als we uitrusten... Hier moet ik naar rechts! Excuus! Ik let er niet helemaal op. Maar ik heb mezelf wel gecorrigeerd. Nee, ik denk als wij gaan slapen en we wachten een paar uur. Ja, het zou kunnen hoor. Ik denk dat ik wel genoeg speling heb. En anders is het gewoon een heel spannende aflevering, de volgende aflevering. Jongens, ik moet parkeren. Ik val bijna in slaap. Kom op. Ik moet het nog even halen voor deze aflevering, speciaal voor jullie. Kom op, parkeerplaats. Elke keer staat er een bord langs de weg af van zoveel meter. Moet je, kan je parkeren. Zoveel meter, dan ben je er al. En nu is er niks te bekennen in dat vieze grafland. Jij vuile, vieze, hatelijke mof. Ik heb het over zijn land en hij begint keihard te botsen. Dat is wel heel erg toevallig. Ze mogen me niet, vieze moffen. Dat was heel toevallig. Maar ik kreeg geen boete. Want die Mogol die botste tegen mij aan. Zag je het? Ik schrok me. Ik schrok, jongens. Ik weet niet of jullie schrokken. Schrikten. Schrokken. Jullie schrokken. Ja, jullie schrokken. Ik weet zeker, jullie hebben geschokt. Jullie hebben zeker geschokt. Ik voel het aan mijn water. Ik ga hiermee de video afsluiten. Want het was een mooi einde. De einde van de mof. Een beer probeerde iemand tegen mij te botsen. De mof probeert mij te vermoorden. Maar hij weet niet dat hij niet kan opwassen met zijn auto tegen mijn ultimate melkpoedervrachtwagen. En dan zie ik je volgende keer terug in een nieuwe aflevering van Vincent Vrachtwagenchauffeur. Tot snel!